Hey, welkom bij een nieuwe video. Arenden zijn roofvogels die bekend staan als symbool van kracht, moed en vrijheid. Ze hebben scherpe klauwen en een scherp gezichtsvermogen waarmee ze gemakkelijk prooien kunnen uitschakelen. Maar wat gebeurt er als een arend een onwaarschijnlijke tegenstander ontmoet die te veel voor hem lijkt te zijn? Vandaag gaan we je 10 arenden laten zien die de verkeerde tegenstander tegenkwamen. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ik even een duimpje omhoog. Nummer 10. Van alle dieren die een dalende arend kunnen verslaan, zal je een aap niet zo snel verwachten. De harpijarend is bijvoorbeeld een vogel die met gemak een aapje van 15 kilogram op kan tillen. Maar een aap zal altijd zijn best doen om zijn baby te beschermen. Als een arend het gemunt heeft op de familie van een aap, kan hij zich aan alle kanten omsingeld voelen, zoals te zien in deze video. De arend zal in de meeste gevallen een babyaap kunnen wegsleuren. In de video kunnen we zien hoe meerdere aapjes de arend te pakken proberen te krijgen, maar de arend laat geen angst zien. Even later realiseert de arend dat er te veel aapjes zijn en hij besluit weg te vliegen. Nummer 9. We kunnen alle dieren in de wereld tegenover een arend zetten, maar op de een of andere manier is het kijken naar een arend die het opneemt tegen een andere arend een van de meest interessante gevechten ooit. Misschien omdat ze aan elkaar gewaagd zijn, of misschien omdat het gevecht zo vreemd verloopt. Adelaarsgevechten vinden plaats in de lucht en gaan vaak over partners of territorium en voedsel. Deze indringer heeft net een hele kudde boos gemaakt, maar slechts één arend besluit hem uit hun gebied te jagen. Arenden zijn een bedreiging voor elkaar en gevechten zijn vaak gewelddadig en luid. Zoals we in deze video kunnen zien, gebruiken beide arenden een techniek dat een dwarrelende val wordt genoemd. Geen van beide arenden wil verliezen. Ze blijven elkaar dan ook vasthouden totdat een van hen loslaat en wegvliegt met het beetje waardigheid dat hij nog heeft. Nummer 8. Een tegenstander waar geen enkel dier mee wilt knoeien is een octopus. Een arend had honger en geen strategie toen hij verstrikt raakte in de armen van een grote octopus en niet kon ontsnappen. Dit vond plaats in British Columbia ten noorden van Vancouver Island. Het was dankzij de hulp van mensen dat hij naar een veilige haven kon vliegen. Het is moeilijk om het een gevecht tussen een octopus en een arend te noemen, want het ziet er naar uit dat de arend amper de kans had om iets te doen. Octopussen staan bekend om een van de slimste dieren ter wereld en dit is het bewijs dat je niet met ze moet knoeien. Als het niet was voor de mensen die de arend hadden gered, dan had hij er waarschijnlijk ook niet meer geweest. Nummer 7. Een jachtluipaard is een gevaarlijk roofdier en een uitstekende jager. Als hij zich bedreigd voelt, zal hij onverwachts kunnen aanvallen. Wanneer hij echter in de buurt is van zijn welp, zal hij erg op zijn hoede zijn. Voor een arend is het vrij makkelijk om een onbeschermd jong weg te slepen. Maar de arend kan maar beter uitkijken als de woedende moeder haar kinderen komt zoeken. Er wordt wel eens gezegd dat cheetahs verlegen kunnen zijn, maar vergeet niet dat ze een vernietigende kracht hebben. Deze ongelooflijke snelle dieren zullen door hele bossen rennen om een arend te grijpen. Daarnaast kunnen ze gemakkelijk binnen enkele seconden in bomen klimmen. Had je gedacht dat dit de uitkomst zou zijn van een gevecht tussen een arend en een jachtluipaard? Nummer 6. Arenden hebben de meest doordringende ogen ter wereld en staan erom bekend slangen te eten. In deze video zien we een bruine slangenarend het opnemen tegenover een boscobra en een slang zoals je ziet maakt weinig kans. Hoewel het niet hun primaire voedselbron is, zijn ze in staat er een te vangen. In deze video probeert een andere bruine slangenarend het op te nemen tegenover een cobra, maar dit keer gaat het niet zoals verwacht. De slang laat zich niet gemakkelijk intimideren. Uiteindelijk realiseert de arend dat het hem dit keer niet gaat lukken en hij vliegt weer weg. In deze laatste video zien we ook een arend tegenover een slang en hoewel de slang er erg groot uitziet, is de havik niet bang. Het ziet er naar uit dat de arend dus niet altijd succesvol is om een slang te pakken te krijgen. Nummer 5. Er gaat niets boven het beschermingsinstinct van een haan en de moederlijke kant van een kip die tevoorschijn komen om te vechten wanneer een arend hun rust bedreigt. Het zal je misschien verbazen dat een haan zichzelf niet zomaar laat overmeesteren. Zoals we kunnen zien glipt de arend door een gat van het hek om een kip aan te vallen. Voordat de kip zelfs maar kan reageren, jaagt de haan hem agressief weg. Als dit echter in het wild was geweest, zal een kip alles op alles zetten om haar kuikens te beschermen tegenover een arend. Dit specifieke gevecht werd vastgelegd op camera en toont niet alleen de kip die de arend bestrijdt, maar hem herhaaldelijk volgt en in het nauw drijft. Dit was zeker de keer dat deze arend dacht dat kippen zwak waren. Nummer 4.
Arenden vrezen maar een aantal roofdieren, waaronder wolven en beren. Echter, voor een hond zijn ze niet zo bang. Eén ding wat je niet moet doen is om tussen een arend en zijn maaltijd te komen. In deze volgende video komt een hond te dicht bij het voedsel van de arend en de vogel besluit achter de hond aan te gaan. Dit moment werd op camera vastgelegd ergens in Alaska. Gelukkig kon de hond ongedeerd ontsnappen. In deze andere video was de reuzenarend in de minderheid tegenover meerdere honden. De arend bleef echter onbevreesd staan. De arend klapperde met zijn vleugels en probeerde de hond van de grond te grijpen, maar gelukkig kwam een andere hond aangerend om hem uit de klauwen van de arend te redden. Nummer 3. Als er een dier is waar arenden blijkbaar een woeste edelus voor hebben, dan zijn het waarschijnlijk wel babykrokodillen. Het is logisch als je erover nadenkt. Een arend van enig formaat kan onmogelijk een krokodil of alligator van ware grootte neerhalen, althans niet zonder zelf schadelijke klappen op te lopen. Vandaar de jacht op babykrokodillen. Zolang de arend kan wegvliegen is hij goed en kan hij spelen met de babykrokodil en wegkomen met er een te pakken om zich mee te voeden. Maar als de krokodil de arend eenmaal te pakken krijgt, is het praktisch gedaan. Eens de vogel in het water is, zoals te zien in deze video, verliest hij gegarandeerd. De arend moet dus gecalculeerd te werk gaan mocht hij een babykrokodil willen grijpen in de buurt van een moederkrokodil. Nummer 2. Het is waar dat moederberen de gevaarlijkste dieren ter wereld zijn. Alhoewel arenden beren kunnen vrezen, besluiten ze toch van tijd tot tijd te jagen op berenwelpen. In deze video zien we een moederbeer met haar berenwelpen in de buurt van een nest van een arend die haar baby's probeert te beschermen. De lucht en de bomen zijn gewoonlijk het speelterrein van een arend, maar ze zijn niet opgewassen tegenover een grote beer. In deze andere video vliegt een arend voorbij en lijkt een beer aan te vallen met zijn klauwen. Veel meer kan een arend ook niet doen, want een beer is namelijk vele malen sterker. Toch lijkt het erop dat de arend geen enkele angst toont wanneer hij de aanval kiest. In deze laatste video waren twee beren een boom ingeklommen waar ze een nest aan troffen. De arend vliegt meerdere keren voorbij om de beren uiteindelijk uit de boom te jagen. Nummer 1. Het is moeilijk te zeggen wie zou winnen in een gevecht tussen een arend en een wolf, omdat het afhangt van de verschillende factoren zoals de grootte en de kracht van de betrokken dieren. Maar ook het terrein waar ze vechten en of de wolf al dan niet een roedel heeft om hem bij te staan. In deze video neemt een arend het op tegenover een wolf en weet hem met zijn klauwen te overmeesteren. Wolven kunnen dan wel een krachtige beet hebben, maar de arend heeft scherpe klauwen en een scherpe snavel. Uiteindelijk ziet het er naar uit dat de enorme arend de strijd heeft gewonnen en hij weet de wolf zelfs op te tillen. In deze andere video heeft de arend minder geluk. Als een wolf eenmaal een arend te pakken heeft met zijn krachtige beet, dan is het gedaan met de arend. Uiteindelijk is het belangrijk te onthouden dat deze dieren geen natuurlijke vijanden zijn en waarschijnlijk alleen in zeldzame omstandigheden zouden vechten. Ben jij wel eens een arend in het wild tegengekomen? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.